drukke inschrijving voor MULO. Wat weet jij over de Tweede Wereldoorlog? En maak kennis met Genalva en Geneva. Goedenavond lieve mensen, welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Een spannende dag was het gisteren op de lagere scholen, want de zesde klassers hoorden hun toetsuitslag. Maar de spanning is nog niet helemaal voorbij, want vandaag waren ze allemaal op de stoep van de MULO-scholen voor de inschrijving. Landelijk zijn meer dan de helft van de zesde klassers geslaagd voor het MULO, ongeveer 56%. Ondanks de voorregistratie is het toch druk op de Christus Koningsschool. Samen met hun moeder of vader zijn de kinderen er om zich in te schrijven. Ik ben hier op een moment met mijn moeder om me in te schrijven. Ik wil op deze school omdat het een van de beste scholen is. Ik ben hier om in te schrijven. Omdat het niet ver van mijn dingen van de buurt is van mijn huis. En er komen een paar vriendinnen hier op school. Ik heb begrepen dat het een van de beste scholen is. En natuurlijk wil ieder zijn of haar kind op een van de beste scholen hebben. Dus vandaar dat ik hier ben. Voordat de leerlingen ingeschreven worden, wordt eerst gekeken naar de lagere school waar het kind vandaan komt en het adres. De inschrijvingen verlopen wel vlot, maar wat we merken is dat er heel veel ouders komen om een plek te zoeken voor hun kind. Het ministerie wil beperken dat leerlingen heel ver van huis op school zitten. Ik vind het wel prettig dat leerlingen in de buurt van hun woonomgeving naar school kunnen gaan. Omdat we vaak genoeg geconfronteerd raken met leerlingen die laat komen. Wanneer alle kinderen uit de omgeving van de school zijn ingeschreven en er zijn nog plaatsen over, dan worden de leerlingen uit andere buurten ingeschreven. Ook de leerlingen die naar de middelbare school gaan, moesten van tevoren registreren. Zij worden dan geplaatst op de school in hun woonbuurt. Wat weet jij over de Tweede Wereldoorlog? Leerlingen van de Thomas van Aquino, Swami Shiradanan en de Glockerschool leren vandaag meer hierover tijdens een educatieve dagtocht van oudstrijders. Morgen is het 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan deze oorlog. Voordat de rondleiding begon, werden eerst toespraken gehouden. De oudstrijders vertelden verhalen over wat zij hebben meegemaakt tijdens de oorlog. Hierna mochten de kinderen vragen stellen. Om mijn mensen te bevrijden. Vragen, hoe voelde het aan op je 19e, al te weten dat je zo dicht bij de dood kan zijn eigenlijk? In 1950 heb ik me vrijwillig aangemeld om een oorlog mee te maken. En u vond het niet erg dat ik vond het niet erg. Ik vond het niet erg. Om de soldaten te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten en zijn omgekomen, heeft de Federatie van Oudstrijders en Ex-Militairen deze dag georganiseerd. Het is zo dat we jaren activiteiten ontplooien in verband met de einde Tweede Wereldoorlog. En we hebben gemerkt dat de Surinaamse gemeenschap niet veel weet van de oorlog. En we zijn al oud geworden, toen heb ik toen gedacht om de kinderen, de scholen bij te betrekken, nu om ze te vertellen, nu dat dit levend blijft. Al zijn we er niet meer, maar het moet doorgaan, want Suriname heeft heel veel betekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben bauxiet geleverd, we hebben manschappen geleverd om vrede te brengen in de wereld. Dus daarom deze dag. Behalve naar de verhalen luisteren, konden de kinderen ook foto's bekijken en oude voorwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. Ik vond het leuk dat we ook bijvoorbeeld naar de spullen gaan kijken die ze hebben gebruikt, vooral de wapens, hun kleding zo en zo. Vandaag ben ik hier met mijn klas gekomen voor een educatieve dag. We leren over de Koreaanse oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en de mensen die mee hebben gedaan. Een van die verhalen die me net bij is gebleven, is toen zo op een schip waren, en dan ben ik even vergeten. En er vlogen 5 Japanse vliegtuigen boven dat schip. En ze mochten geen vuur openen, omdat er kostbare ladingen op dat schip waren. De Tweede Wereldoorlog begon in 1939 en eindigde in 1945. Deze oorlog ging tussen de geallieerden. Dat waren de Verenigde Staten, Engeland, Sovjet-Unie en China. En Nederland hoorde daar ook bij. En de asmogendheden, dat waren Duitsland, Japan en Italië. In 1940 vertrokken 450 Surinaamse soldaten als vrijwilligers naar Australië. Van daaruit werden ze ingezet om Indonesië, die ook kolonie was van Nederland,
te bevrijden van de Japanners. Vele mensen zijn doodgegaan. Die soldaten hebben oorlog gevoerd. Sommige andere mensen zijn opgesloten in kleine kamertjes. Ze werden gemarteld. Ze hadden niet genoeg voeding. De Tweede Wereldoorlog ging over een oorlog tussen Duitsland, Japan en Italië. Die vochten tegen de rest van de wereld. En de juiste strijders die hun hebben verslagen zijn Nederland, Suriname en Amerika. Voor de leerlingen was deze dag heel leerrijk. Hoe is het om jouw broer of zus altijd bij je te hebben? Genelva en Geneva zijn een bijzondere tweeling, een Siamese tweeling. Zij waren vandaag ook mee tijdens deze educatieve dagtocht. Genelva en Geneva zijn 14 jaar oud en een Siamese tweeling. Een Siamese tweeling is een tweeling waarvan de individuen bij de geboorte aan elkaar vastzitten. In het geval van Genelva en Geneva zitten zij vast bij hun hoofd. De tweeling is geboren in Suriname en woont nu in Nederland. Ze zijn nu hier met vakantie en hadden maar één wens, om met hun leeftijdsgenoten in contact te komen. Die wens ging vandaag in vervulling. We vinden het echt leuk hier in Suriname. Het eten, de warmte, de zon, de vrolijkheid. Het is hier echt gezellig. Ik wil echt niet meer weg. Als het nu koud is, nu kunnen we gewoon tegen de kou. Maar als het nu in Nederland koud wordt, zo koud, gaan onze botten verstijven en dan verkrampt het ook echt. En dan krijgen we pijn. En dan kunnen we niks meer pakken. We kunnen niks meer doen eigenlijk. Iedereen moet ons helpen eigenlijk. We vinden het niet leuk in Nederland. Maar Suriname is echt lekker. Het is gewoon echt lekker warm. Je kan gewoon lekker vroeg opstaan. En het is nooit koud hier. Het is altijd warm. We houden van warmte. Ik ben nooit alleen. En we kunnen alles met elkaar doen. Voor de meisjes is het niet altijd leuk wanneer zij over straat lopen. Je hoeft echt niet bang voor ons te zijn. We gaan je niet bijten of je bang maken. We zijn hele lieve meisjes. Maar we kunnen alles als iedereen. Maar wij zitten alleen met ons hoofd aan elkaar vast. Niks meer. En andere kinderen met een beperking hoef je ook niet voor te vluchten. Er valt niks om bang voor te zijn. En? Een beperking is niet in de winkel te komen. Genelva en Geneva houden zoveel van hun geboorteland en hopen in 2017 voorgoed terug te komen. Kinderen kan je niet genoeg waarschuwen om niet met vuur te spelen. Maar ook ouderen moeten hiermee heel erg voorzichtig zijn. Mocht toch iets ernstigs gebeuren, wees dan wel heel goed voorbereid. Bij elk huis of gebouw kan er brand uitbreken. Dit kan op verschillende manieren voorkomen worden. Vooral rookmelders. Een rookmelder is niets anders. De naam zegt het al, hij meldt je dat de rook in de ruimte is, zodat je tijdig uit het huis kan vluchten. Dat zou eigenlijk verplicht moeten zijn, ja. En zo'n rookmelder zou je in iedere ruimte van het huis moeten plaatsen, met uitzondering van badtoilet en de keuken. Het is ook belangrijk dat we een vluchtplan in elkaar zetten. Een vluchtplan is niets anders dan afspraken die je maakt onderling in het gezin. Als het brand mag uitbreken, wie wat doet. Wie bijvoorbeeld de baby die in de wieg is, het eerst pakt om naar buiten te gaan. Wie opa die niet kan lopen, helpt om naar buiten te gaan. Wie de brandweer eerst belt. En als we klaar zijn, hoe we dan naar buiten gaan, waar we verzamelen, waar we elkaar weer ontmoeten buiten. Ik was bang, ik ging heel rook zien naar boven gaan en vlammen naar hier komen. Ja, ik was wel geschrokken en bang. Dit huis heeft gisteren vlam gevat. Hierbij is een heel gezin, de vader, de moeder en een babytweeling om het leven gekomen. Doordat het huis zo goed beveiligd was en de woonruimte van het gezin maar één uitgang had, zijn zij door verstikking overleden. Het is belangrijk dat een gebouw verschillende nooduitgangen heeft, omdat als er brand mag uitbreken dicht bij een van die uitgangen,
er een andere is waar je het snelst naar buiten zou kunnen vluchten. In een voorlichtingsfilm van de brandweer wordt ook advies gegeven hoe jij uit jouw huis kan, ondanks je huis beveiligd is door traliewerk. Is uw woning voorzien van traliewerk? Zorg ervoor dat het traliewerk op tenminste één plaats van binnenuit kan worden opengedaan. Maak van uw huis geen gevang. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de brand gisteren is ontstaan doordat een 3-jarige zijn knuffel in brand heeft gestoken. Kinderen zijn nog steeds aan het onderzoeken. Ze willen graag weten waarom er vuur is en wat je met vuur allemaal kan doen. Dus daarom is het zeer belangrijk dat je als ouder kinderen uitlegt door middel van plaatjes, door middel van filmpjes, ze bewust maakt en ze uitlegt van de gevaren van vuur. Nee, ik luister naar mijn ouders en ik heb nooit met vuur gespeeld. Je moet nooit met vuur spelen. Je mag niet met een aansteker spelen. Niet met lucifer. Ook niet met een wierook of een ding die vuur heeft eraan. Omdat ik niet met vuur mag spelen. Als ik met vuur ga spelen, gaat dat huis van ons branden. Ze branden veel. Dat kan ook brand veroorzaken. En als je je stekker van je strijkijzer aanlaat. Bespreek dus samen met je ouders een veiligheidsplan. En dat was het voor vandaag. Wees extra voorzichtig. Peace and love en een fijn weekend. Doei!